Nu is het nog het decor van Het Verzet Kraakt, maar straks is het misschien het decor van het Hof van Heden. Het kan zijn dat, dat er mensen zijn die gedacht hebben, hey, de Hof van Heden die is van het toneel verdwenen, maar dat is dus niet waar. We hebben teleurstelling te verwerken gehad in januari jongstleden, maar we zijn achter de schermen heel druk bezig geweest om verder te kunnen gaan. En dat gaat nu ook gebeuren. We hebben gisteren ledenvergadering gehad en daar was men unaniem het eens met de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Knarrehof. De Knarrehof heeft ingangen bij banken en de banken financieren over het algemeen 70%. En dan gaat het nog om 30% waar de Knarrehof ook bij kan helpen. En natuurlijk zijn zij wel leider in de onderhandelingen. En het kan zijn dat we hier en daar wat zouden moeten inleveren. Maar we hebben vrij veel overeenkomsten als het gaat om het concept. En dat is onder andere de duurzaamheid en het noberschap, het nieuwe noberschap. Dus we zoeken mensen die ook een beetje voor elkaar willen zorgen. Daar zit natuurlijk ook de nodige privacy bij, dus het moet niet, maar je vindt elkaar op het concept. We hebben twee locaties inderdaad op het oog, toch opnieuw het Elieterrein en de Ootmarsumse straat, omdat we graag in het centrum willen wonen, dicht bij voorzieningen, dicht bij het openbaar vervoer. Dat is het uitgangspunt geweest voor de locatie. We hebben op 4 oktober aanstaande hebben we een informatieavond samen met de Knarrehof, waarin we de huidige stand van de samenwerking en onze plannen in Almelo zullen uitleggen. Als u daar aan deel wilt nemen, dan kunt u zich opgeven bij manon@knarrehof.nl en dan krijgt u van haar bericht waar de locatie van samenkomst is en hoe laat.